Vanmorgen is bij graafwerkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. En dat heeft als gevolg dat op dit moment de C-pier uit voorzorg ontruimd is en een deel daaromheen. Hoe is deze bom gevonden? De bom is aangetroffen bij werkzaamheden. Het is nu 9:30 ochtends. Wat is de laatste stand van zaken? Voor het vliegverkeer betekent dit dat mensen rekening moeten houden met vertragingen, maar ook met mogelijke annuleringen. Op dit moment valt het nog mee, maar we houden er rekening mee dat het de rest van de dag leert de ervaring dat dat kan oplopen. Wat gaat er nu gebeuren? De EOD, dat is de explosieve opruimingsdienst, die is op dit moment ter plekke. Die doen onderzoek en we wachten af wat daaruit komt. En op het moment dat we dat weten, kunnen er weer volgende stappen genomen worden. Wij adviseren passagiers om voordat ze vertrekken te kijken naar de vluchtinformatie, of hun vlucht vertraging heeft al dan niet, of contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.